Succes. Goedemiddag. Wat wij nog niet hadden gezegd was dat deze webinar wordt opgenomen, zodat mensen die nu niet kunnen meedoen, later dit kunnen afluisteren. Dit moeten wij altijd eventjes melden, dus vandaar. Mijn naam is Anneke Wieling. Ik doe dit samen met Marcel de Jong. Wij zijn bij Protivity allebei actief in wat wij noemen onze restructuringpraktijk. Waarin wij te maken krijgen met bedrijven die in een wat moeilijkere liquiditeitspositie zitten. En dan blijkt altijd dat cashflow forecasting een van de struikelpunten is binnen die organisaties. Kunnen we naar de volgende? Ja, juist. Onze agenda voor vandaag ziet er als volgt uit. Wij willen dit hele traject doen binnen 60 minuten. In principe zijn wij 45 minuten grotendeels aan het woord, waarbij er een aantal keren een vraag heel kort in uw beeld verschijnt en wij het leuk vinden als daar op wordt geantwoord. Die uitkomsten zullen we ook direct laten weten. Dus dat is niet een iets aan het eind van het hele verhaal. En dan hebben we nog, als alles goed gaat, 15 minuten over, waarin we een aantal vragen die u kunt stellen in de chat inderdaad zullen beantwoorden. Nou, kort iets over ons. Ik ben samen met Marcel, zitten wij in wat we noemen onze Business Performance Improvement Consulting praktijk. Daarin doen we allerlei verschillende dingen, van integratie van bedrijven na een fusietraject tot en met het inrichten van finance en accounting. Allebei met een hele hoop ervaring in al die gebieden. Gecombineerd met rollen in het bedrijfsleven als CFO en in mijn geval ook als CEO. Ik ben eindverantwoordelijk voor Protivity in Nederland. We kunnen door naar de volgende slide. Heel goed. En Protivity is wereldwijd vertegenwoordigd in de grootste en belangrijkste economieën. Wij zijn ontstaan in 2002 en voor veel mensen zal dat een bekend verhaal zijn. Toen Arthur Andersen omviel als gevolg van het Enron-schandaal, is Protivity ontstaan uit de voormalige risk- en internal audit-praktijk van Arthur Andersen. Inmiddels uitgegroeid tot een bedrijf met meer dan 6000 mensen wereldwijd. Ja, en in Europa ook in een groot aantal landen vertegenwoordigd. Wij werken in global teams, hebben één P&L en zijn in die zin in staat om heel snel onze collega's in de rest van de wereld ook aan te haken, mocht dat interessant zijn. Nou, dat noemde Menno net al. Protivity is een 100% dochter van Robert Half International, genoteerd aan de New York Stock Exchange. En zo ziet de hele organisatie er eigenlijk uit. We hebben de staffing organisatie, waarin in zijn totaliteit geloof ik 10 divisies aanwezig zijn. Niet allemaal aanwezig in Nederland, maar alles op het gebied van finance zeker wel. En dat is ook waar wij het vandaag over gaan hebben. En dan is Protivity de consultingdochter, werkt heel regelmatig intensief samen met Robert Half op wat we Managed Business Services noemen, waarin Protivity kijkt naar de oplossing op langere termijn en we samen met Robert Half Resources kijken naar het oplossen van achterstanden, backlogs, zorgen dat het werk ook echt gedaan wordt. Wij hebben in zijn totaliteit 4 grote deelgebieden waarin we werken. Dat is Business Performance Improvement, wat ik net al noemde. De volgende slide staan ze wat uitgebreider. Internal Audit en Financial Advisory. Daarvan zullen veel mensen ons ook kennen. Daarnaast doen we Risk and Compliance. Dat is veelal gericht op de bancaire wereld. En ook Risk Management natuurlijk in alle andere bedrijfstakken. En een hele grote en hele groeiende tak is alles rondom IT, waarin we van SAP tot en met cloud security, alles rondom infrastructuur
en integriteit van systemen behandelen en inrichten. Dan naar, ik denk naar ons onderwerp van vandaag toch? Ja, Marcel neemt het nu over. Wij gaan een hopelijk leuke middag voor jullie verzorgen. Leuk uurtje over cashflow forecasting, tips en tricks, do's en don'ts. Marcel, the floor is yours. Dankjewel, Anneke, deze virtuele vloer. Goedemiddag, Marcel de Jong. Ik zal het komende klein half uurtje met jullie door een verhaaltje heen lopen. En ik zal continu even aan Anneke vragen of ik nog iets ben vergeten. Of dat Anneke nog iets wil zeggen. Want we zitten allemaal thuis of ergens anders. Dus we zien elkaar allemaal niet. Dus op die manier doen we even, of zal ik even elke keer een korte check-in doen. Cash management. Ik denk dat eigenlijk weinig introductie behoeft. Want het is vandaag, zeker vandaag de dag, eigenlijk prioriteit nummer 1 voor heel veel bedrijven. En dat wilde ik eigenlijk illustreren aan de hand van soort van company lifecycle. De meeste bedrijven die zijn ooit opgericht, die groeien, die worden volwassen, die worden soms nog groter. En sommige bedrijven profiteren ook van de huidige situatie. We moeten denken aan een fintech-achtige bedrijf, een Adyen of de bol.com, de thuisbezorgd. Die hebben eigenlijk nauwelijks last van deze COVID-periode. Sterker nog, ze profiteren ervan. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel bedrijven die niet van de situatie profiteren. Sterker nog, die er ontzettend last van hebben. En de mate waarin bedrijven last hebben van wat er nu gebeurt. Of wat er tijdens de financiële crisis gebeurt. Of ook voor corona, wat er met een bedrijf individueel kan gebeuren. Dat kun je eigenlijk een beetje afgeven op zo'n of afzetten op zo'n curve. Het begint natuurlijk vaak met P&L-problemen. Omzet loopt terug, marge daalt. Er ontstaan natuurlijk bottomline, ontstaan er allerlei problemen. Op dat moment is er nog tijd om in te grijpen. Maar als de problemen niet worden opgelost, ze houden langer aan. Dan zak je af in de curve. Ontstaan de balansproblemen. Voorraden lopen op of je hebt veel te veel oude voorraden. Crediteuren stijgen van we kunnen onze toeleveranciers wat lastiger betalen. Eigen vermogen, dat begint op een gegeven moment te dalen als je verliezen maakt. En als het nog steeds niet wordt opgelost of als het heel snel gaat, dan kom je in een cash crisis terecht. Waar heel veel bedrijven in of tegenaan zitten. Of wat we vandaag de dag met veel man en macht proberen te voorkomen. En dan is het toch een andere tak van sport. Dan is het veel meer sturen echt op cash. Grote stappen snel thuis. Toch wat drastische maatregelen zijn vaak nodig. Vaak zijn ook in dit soort situaties, niet alleen met COVID, maar ook in zijn algemeenheid, banken betrokken. Hetzij via een soort watchlist of je zit bij bijzonder beheer. Dan kijken ze helemaal natuurlijk met je mee. En dan is het absoluut zaak om korte termijn prioriteiten te stellen. Maar ook na te denken over hoe komen we hier weer uit. Maar goed, eerst maar het bloeden stoppen en zorgen dat we weer in controle raken. Om de weg omhoog weer te vinden. En lukt dat niet, maar daar gaan we het vandaag niet over hebben. Dan zakken we nog een niveau naar beneden. Maar ook dan kan er van alles gebeuren. Doorstarts, noem maar op. Dus dat even denk ik als introductie van dit seminar. Als we het overigens over cash hebben, cash management, cash flow, dan hebben we het niet alleen maar over winst en werkkapitaal. Vaak wordt dat een beetje in één term genoemd. Werkkapitaal optimalisatie. We praten hier eigenlijk over alles wat tot een cashstroom kan leiden. Dus ook allerlei belastingen, btw wat je moet afdragen, wat je terug kan vorderen. Je investeringen uiteraard, desinvesteringen, desnoods hele business units die worden afgestoten. De hele financieringskant natuurlijk. Je moet leningen terugbetalen. Of juist andersom. Je krijgt extra geld vanuit een financier of vanuit een aandeelhouder. Allerlei factoring-achtige constructies om je geld eerder te krijgen. Tot en met overheidssteun. Ik denk dat de meesten van u de NOW-regeling wel kennen. Vanwege de loonkosten als het omzetverlies groter is dan 20%. Ik geloof dat NOW 3 er nu aan zit te komen. 3.1, 3.2, 3.3 las ik net even snel. Bijzondere situatie, tijdelijk uiteraard. Maar ook dat soort zaken zeggen wij, neem dat mee in je cashflow forecast. Ook omdat bij veel bedrijven de kans bestaat dat je het weer terug moet betalen. Dus dat moment gaat ook komen, gelukkig maar, want dan had je het dus kennelijk niet nodig. Dus we praten hier over cash in de brede zin van het woord. Even een kleine check. Anneke, ben ik nog iets vergeten? Nee, volgens mij ga je helemaal goed. Oké. Goed. Even als leidraad voor de presentatie, de storyline, dat noemen we dan in consultancy termen framework. Eigenlijk drie grote stappen.
Het model zelf willen we wat over vertellen. Het oranje gedeelte van hoe maak je nou zo'n model? Waar moet je op letten? Wat voor output komt eruit? Hoe presenteer je dat? Dan afzakkende naar het donkerblauwe gedeelte van ja, maar hoe vul je nou zo'n model? Wat voor informatie gaat erin? Dingen die je wel weet, dingen die je niet weet. Aannames, uitgangspunten die niet alleen door finance, maar laten we zeggen binnen het MT worden gehanteerd. En alle externe informatie over marktontwikkelingen, marktsentiment, noem maar op. En dat is dan nummer 3 van wat doe je nou met de uitkomst? Je doet er iets mee. Dat leidt tot actie, het leidt tot managementmaatregelen. Het leidt tot cash controls. Van hoe stoppen we het bloeden of hoe zorgen we ervoor dat we veel meer grip krijgen op die geldstromen. In zijn algemeenheid kan je natuurlijk zeggen dat er al heel veel maatregelen zijn genomen de afgelopen maanden, juist door COVID. Tot en met op macroniveau aan toe. Heel veel supply chains lagen natuurlijk onder druk. De spullen kwamen niet door, want ja, we kochten het allemaal in China. Want daar was het goedkoop en daar zat onze toeleverancier. Terwijl nu zie je dat het besef toch wel indaalt. Dat het toch ook wel verstandig is om wat dichter bij huis te sourcen. En misschien bij wel meer toeleveranciers. Maar over dit punt zullen we afsluiten. Heeft Anneke denk ik een hele mooie lijst met tips en tricks. Om niet alleen de cashflow te maken, maar ook maar hoe manage je nou je cash en wat voor maatregelen kun je nou nemen. Om te beginnen. Hoe maak je een cashflow of wat is het uitgangspunt? Wij zeggen hanteer de directe methode. Dus dat wat u rechts ziet staan. Letterlijk, wat komt erin? Wat gaat eruit? Vanuit mijn klanten, vanuit mijn toeleveranciers. Nou, belastingen, allerlei bankstromen of aflossingen. Geldstromen vanuit aandeelhouders, inclusief BTW. Het volledige plaatje in plaats van de indirecte methode. Waarom? Het geeft een veel beter beeld, met name rondom de timing. Wanneer komen geldstromen naar binnen of niet? En een mooi voorbeeld is ook altijd wel vakantiegeld. Vakantiegeld wordt in Nederland natuurlijk vaak uitbetaald in mei. Boekhoudkundig wordt het allemaal elke maand netjes geboekt, geaccrued. En dan betalen we uiteindelijk in mei. Maar via de indirecte methode haal je dat er niet goed uit. Dat je in mei 2 keer salarissen moet betalen en 2 keer loonbelasting. Met de directe methode is dat wel zichtbaar. En daarom zeggen wij altijd, hanteer de directe methode. Het is iets meer werk, maar het geeft een veel beter en een veel realistischer inzicht in de stromen. En indien nodig, en vaak is het nodig, doe dat op weekbasis. Voor veel bedrijven is misschien maandniveau voldoende, maar er zijn zat bedrijven die echt op weekniveau vooruitkijken, al dan niet rolling, op basis van de directe methode. Toch goed te kunnen inschatten. En ik zal zo meteen wat voorbeelden geven hoe je dat doet. Om toch grip te houden op die geldstromen. Nou, maar ik mag ik nog één opmerkingetje maken? De indirecte methode is daarmee geen waardeloze methode. Het is een hele goede manier om op langere termijn te kijken. Zeker als je richting investeringen gaat of bankleningen moet terugbetalen, of je überhaupt met je huidige plannen en budgetten en strategische richtingen de cash voor kunt genereren. En het is een manier om ook te kijken wanneer moet ik op zoek naar nieuw geld. Hetzij vanuit equity, hetzij vanuit banken of andere leningen. Om te kijken om dat soort processen tijdig in gang te zetten. Het is alleen niet echt een methode. Het helpt helemaal niks om het op deze manier te doen. Als je gewoon dichter bij de randjes van je bankmogelijkheden begint te lopen. Overigens kun je ook met de directe methode kun je natuurlijk dezelfde buckets hanteren. Operating, investment of financing. Als die in de indirecte methode worden gehanteerd. Maar dat is misschien meer cosmetisch. Hoe presenteer je het? Ja. Even kijken. Ja. Nou, hier hebben we een eerste voorbeeld. Een praktijkvoorbeeld. Vrij simpel voorbeeld. Dit is een dienstverlenend bedrijf. Wat zien we hier? We zien in het gedeelte waar een grote A staat. Zien we eigenlijk allemaal facturen. Gewoon factuurnummers, factuurdata, de bedragen. Een aantal zijn al betaald, een aantal nog niet. En wanneer er dan betaald wordt, denken we, dat zetten we af in B. Dus in B zie je netjes in die kolommen staan de verschillende weken. En je schat dan in op basis van wat je met elkaar hebt afgesproken. Of als de klant zich niet altijd netjes aan de betalingstermijnen houdt, wanneer die dan wel gaat betalen, van wanneer komt dat dan binnen? En je kunt vrij makkelijk op deze manier er een beetje mee spelen, zeg ik wat simpel.
door gewoon bedragen door de kolommen heen te schuiven. Waardoor je weet van nou, dit komt later of dit komt misschien wel eerder. En nou ja, als je je model zo inricht, dan rekent hij dat meteen netjes door. Vrij simpel op factuurniveau. Maar goed, we hebben nog niet altijd overal een factuur voor. We hebben ook omzetverwachtingen die we nog niet hebben gefactureerd. Dat zien we helemaal beneden in C. Daar heb ik daar is een regeltje toegevoegd waarbij de gedachte is, nou, het is, we gaan begin maart gaan we factureren. Dit bedrijf factureert 1 keer per maand. Over februari, wat we in februari hebben gedaan, factureren we begin maart uit. En dan 30 dagen later, dus begin april, beginnen de eerste klanten te betalen. En op die manier kun je natuurlijk nog veel meer maanden in zo'n model kun je kwijt. En dan is het natuurlijk zaak om enerzijds te kijken van wat was het betaalgedrag van mijn klanten de afgelopen maanden. Maar je moet met name naar de laatste maanden kijken. Want een klant die misschien de afgelopen 2 jaar netjes betaalde binnen 45 dagen. Dat wil niet zeggen dat hij de komende 2 maanden nog steeds netjes betaalt binnen 45 dagen. Gezien de huidige situatie. Nou, zo'nzelfde methode kun je natuurlijk ook toepassen aan de kostenkant. Hè, met salarissen en huur. Dat is allemaal eigenlijk best prima voorspelbaar in welke weken. Gaan we dat nou betalen? Om op die manier een totaalplaatje te maken. En dat zien we eigenlijk op de volgende slide. Nog steeds hetzelfde voorbeeld. Wat we hier zien, dat zijn de bankstanden. Dus die blauwe lijn, een beetje links. Dat zijn de actuals. En vanaf today komt de forecast erin. Bankstand eind van de week. En die rode lijn die we zien, dat is de rekeningcourant limiet. Hoe rood mag je staan, dat zeg ik altijd. Nou, daar zitten we qua actuals een beetje in de buurt. En we zien een aantal dingen. We zien qua forecast dat de trend omhoog is. Dat is goed. Dit is ook een vrij lange forecast. We hebben een heel jaar erin gezet. Natuurlijk, hoe verder weg, hoe zachter de kwaliteit van de forecast. Maar goed, dat geeft wel een beeld. Zeker als je hierover praat met je bank. Want ja, de trend, hopen we, denken we, is omhoog. En dat biedt vertrouwen als het goed is, als je het goed kan onderbouwen. En wat we hier ook zien, dat zijn toch wel behoorlijke pieken en dalen. Je ziet echt dat door de weken heen kunnen bankstanden behoorlijk omhoog of naar beneden schieten. Dat is ook logisch. Want als je in een bepaalde week 1 of 2 grote facturen betaald krijgt door een klant. En een week later gaan de salarissen eruit en moet je de huur overmaken voor de volgende maand. Dan schiet je weer naar beneden. Nou, dit soort ups en downs zie je veel minder goed als je het op maandniveau doet, maar doe je het op weekniveau. Ja, dan zie je dat soort effecten veel beter. En in extreme gevallen zou zo'n dieptepunt door het rode lijntje heen schieten. Dan kun je op dat moment zeggen van nou, dan moet ik hier met bepaalde crediteuren in dit voorbeeld een afspraak maken van joh, het wordt toch een beetje later om die extreme piek en dalen een beetje af te vlakken. Anneke, had jij nog een aanvulling hierop? Nee. Dan heb ik een tweede voorbeeldje voor jullie. En dat is een wat complexer bedrijf. Dit is een productiebedrijf. Hè, met fabrieken en er gaat van alles in. Grondstoffen en er gaan met voorraden en basismaterialen en halffabrikaten en eindproducten en complexe logistieke stromen tussen DC's en van DC's naar klanten. Nou, u kunt zich er alles wat bij voorstellen. Ja, dan volstaat zo'n relatief simpel recht toe recht aan Excel modelletje natuurlijk niet meer. Dan moet je echt een model gaan bouwen, financial modeling. Daar zullen denk ik de meeste controllers wel bekend mee zijn en ook wel enige ervaring mee hebben. Normaal gezien op te bouwen vanuit de bovenkant van de P&L. De gedachte is van wat denken we te gaan verkopen de komende periode. Nou, als we dat denken te gaan verkopen, hoeveel moeten we dan gaan produceren? Dat betekent dat we dus zoveel moeten gaan inkopen, gegeven bepaalde voorraadmutaties. Daar hebben we zoveel mensen voor nodig, eigen mensen, flexibele mensen. En ja, en de SG&A kant is vaak wat constanter van aard. En als je dat netjes modelleert met inputvariabelen, dan nou ja, allerlei engines en berekeningen naar output, dan kun je gewoon je hele P&L-balans en uiteraard je cashflow modelleren. Een aantal tips die wij hierbij hebben. Nou, ook hier geldt natuurlijk van werk niet op een te hoog abstractieniveau. Zoom echt in, bijvoorbeeld naar je collection schedule van wanneer betaalt nou welke klant of werk desnoods met buckets van deze groep klanten. Die betaalt, 60% betaalt na 30 dagen en 30% betaalt pas na 60 dagen. En dan hebben we de late betalers en nou, misschien 1% betaalt helemaal niet. Ook aan de accounts payable kant van hoe snel zijn wij nou of kunnen we zijn naar onze toeleveranciers en willen we daarin differentiëren. Uiteraard,
Want belangrijke toeleveranciers, strategische toeleveranciers, die wil je te vriend houden. Die moet je misschien wel helpen. Als jij zelf wat ruimer in de cash zit dan je toeleverancier, want je wilt niet dat die omvalt, want dan heb je zelf ook een groot probleem. En andere toeleveranciers, nou, die zijn misschien wat minder kritisch voor je eigen business. Nou, ook aan de paymentkant, salarissen, de loonbelasting die dan een maand later komt, et cetera. Dividenden, equity stromen, nou, u kunt zich daar van alles bij voorstellen. Puntje 7 wilde ik er even uitlichten. Dat zijn de seizoensinvloeden en de one-offs. De seizoensinvloeden, zeker niet onbelangrijk. Heel veel bedrijven, heel veel sectoren zijn natuurlijk seizoensgebonden. De toerisme, horeca, noem maar op. In de vakantieperiode, als het goed is, onder normale omstandigheden. Maar ook als u ijsjes verkoopt of bier. Ja, wellicht wat meer in de zomer dan in de winter. Naar de retail, u bekend. Die verkopen natuurlijk met name in december. Met kerstmis en wat heb je, Black Friday. En allemaal van dat soort belangrijke dagen. Onder normale omstandigheden zeg ik er meteen bij. Dus een uitgangspunt. We doen, ik zeg even, 120 miljoen per jaar. Dus 10 miljoen per maand. Ja, dat is een onverstandige berekening. Hou echt rekening met die seizoensinvloeden. En met de one-offs, daarmee bedoelen we, stel je neemt afscheid van een oude machine, of je verkoopt een gedeelte van je wagenpark, want dat heb je niet meer nodig, of je hebt een meevaller, omdat je de komende 2 maanden afscheid kan nemen van oude voorraden. Nou, neem dat zeker mee, maar beschouw dat echt als een one-off en geen structurele factor. Nou, nog wat praktische tips. Ik zei het eigenlijk net al, hanteer vooral een logische structuur met knoppen waar je aan kan draaien aan de inputkant. Dan de berekening en dan de output. Zeer bruikbaar ook om daar scenario's op te runnen of het model te testen. Bepaalde inputvariabelen kun je op 0 zetten of een extreme waarde geven. Dan moet, als het goed is, ook aan de outputkant moet het naar 0 schieten of heel hard omhoog. Ik geef zelf altijd inputvariabelen een kleurtje. En de rest van alle cellen, die laat ik wit. Zo, daar moet je dus niet aan zitten. Dat is een formule. En daar hoef je niet meer in te gaan zitten rotzooien. Het is soms handig om de kaststromen, om die in buckets te groeperen. Dat je zegt van afhankelijk van de mate van zekerheid, contracted omzet, dingen waar ik een contract voor heb, ik moet het nog wel leveren. Dan heb ik een veel grotere mate van zekerheid. De timing is misschien soms nog wat onzeker. Dan dingen die je nog moet verkopen, die in je pijplijn zitten waar nog geen handtekening voor is. Of je kijkt naar de mate van invloed. Huur. Ja, daar kan je wat moeilijk invloed op uitoefenen. Ja, tenzij je misschien in het retail onroerend goed zit en je bent hard aan het onderhandelen met de vastgoedpartij. Maar voor de meeste bedrijven is huur een gegeven, dan moet je nu eenmaal elke maand betalen. Terwijl marketingkosten, ja, daar kun je natuurlijk zelf wel mee spelen en bepalen van wanneer geef ik wat extra gas en wanneer draai ik de kraan juist een beetje dicht op marketinggebied. Dat was denk ik wat ik bij dit voorbeeld wilde vertellen. Anneke, had jij nog aanvullingen? Nee, ik denk inderdaad dat wat jij zegt over sommige dingen weet je zeker. En andere, ja, wordt het toch een soort inschatting dat het heel handig is om die twee te delen. Of in elk geval niet in één lijn te willen vatten. Omdat je zeker wat zeker is, daar kan je natuurlijk op kortere termijn ook echt in wijzigen. Dus dan jouw vorige voorbeeld met per factuur weet je wanneer wat binnenkomt. Dat die mate van detail kan je dan gebruiken in de regel van dit weet ik al, deze omzet heb ik al gedaan en de rest hou je dan in een andere regel met percentages van ingeschatte omzetten en zo. Dus het is heel belangrijk om denk ik dat onderscheid te maken. Ja. Ja. Heb ook nog een derde voorbeeld. Dat is op holdingniveau of op groepsniveau. Dit is ook een echt voorbeeld. Waarbij er dus meerdere landen zijn of opco's die zelf geacht worden hun cashflow forecast te maken. Leveren dat dan in dit voorbeeld wekelijks op aan de holding. Nou, wat staat hier in de wat donkere kolommen today? Daar staat de huidige situatie. Dus wat zijn de bankstanden per opco? Sommige opco's hebben een rekening-krantfaciliteit of een overdraft facility. Er wordt hier en daar ook gebruik gemaakt van een letter of credit. Of er worden bepaalde bankgaranties afgegeven. Dus die moeten er weer vanaf. En dan hou je je netto headroom. Dus je bestedingsruimte hou je eigenlijk over. Nou, dat ziet er vandaag de dag in dit voorbeeld allemaal nog prima uit. En dan meer naar rechts, het hele gele gedeelte. Daar staan dan de prognoses of de forecasts voor de komende 12 weken.
een aantal elementen. En je kunt gewoon kijken van nou, over die totale periode, wat is dan per saldo de cashflow? In sommige gevallen is die positief, in sommige gevallen is die negatief. We zagen net in dat voorbeeld die pieken en dalen door de weken heen. Dus ook hier kijken we van wanneer zit nou de laagste bankstand? En is er op dat moment nou een cashbehoefte? In welke week zit die? En hoeveel headroom is er op dat moment nog? En ik heb hier twee voorbeeldjes eruit gelicht. Dat is nummer 7. Dat is een vrij grote opco of middelgroot. 2,7 miljoen aan cash. Op dit moment een kleine kredietfaciliteit van 3 ton. Dus nou, 3 miljoen hebben we op dit moment op de bank staan. Maar de komende weken gaat het eigenlijk de verkeerde kant op. Per saldo hebben we negatieve cashflow. In een bepaalde week komen we ook negatief uit. In dit voorbeeld min 280. Dat gebeurt in week 17. Maar we hebben een kredietfaciliteit van 3 ton. Dus het kan nog net. We hebben nog een heel klein beetje headroom. Dus we gaan langs het randje. Maar ja, er hoeft nog geen geld bij, om het zo maar te zeggen. Bij opco 10 lukt dat net niet. Dat is een wat kleinere opco. Die heeft een veel grotere negatieve cashflow. Zakt ook door het ijs, zeg ik populair. Want heeft geen kredietfaciliteit, maar ja, zou rood komen te staan, dat kan niet. Dus op dat moment, ja, of op dat moment, voordat dat gebeurt, moet er geld bij. Dat zeg ik even snel, maar dat is in de praktijk toch wat minder makkelijk dan dat je soms zou willen. Zeker omdat, of zeker als bijvoorbeeld het hoofdkantoor gebruik maakt van, ik noem eens wat, een Nederlandse bank, en de opco zit in Hongarije of in Boedapest, en daar hebben ze een hele andere bank, en dan kun je niet zomaar even met een druk op de knop geld overmaken. Er zit soms tijd tussen, er komt allerlei papierwerk bij kijken. Soms moet je ook weer met intercompany leningen gaan werken. Wetgeving, die kijkt soms heel nauw naar bepaalde geldstromen. Het kan wel, maar het is soms geen manier om op het laatste moment nog even geld over te boeken. Een alternatief, of wat je hier ook op los kunt laten, dat is cash pooling. Dan kom je natuurlijk meer op het terrein van treasury management. Dat is natuurlijk zeker geen quick fix. Zeker niet als je landen wilt gaan aansluiten op je banksysteem. Je moet überhaupt een bank hebben die in alle landen waar je zit dit soort faciliteiten of dit soort services biedt. Maar je moet ook met elke opco of soms met elke opco ook door een know your customer-achtig proces heen. Die bank die wil natuurlijk wel weten wat voor vlees die in de kuip heeft. Dus het heeft soms wat tijd nodig. Het is geen quick fix. Maar als het eenmaal draait, en bij veel grote bedrijven draaien dit soort cash pooling systemen natuurlijk, Dan heeft het absoluut voordelen. Anneke, nog aanvullingen? Ja, wat ik handig vind aan dit soort overzichten is, ik moet dus naar opco 1, 7 en 10 echt even goed gaan kijken wat de achterliggende gedetailleerde cashflow is. Wat mij opvalt in deze, en ik ken het echte voorbeeld ook, is dat het allemaal lekker op nul eindigt. Dus dan begint het bij mij al een klein beetje dat ik denk, nou, misschien even met iets te grote stappen snel thuis gedaan. Dus voor die bedrijven die rond die nul ruimte uit gaan komen in de komende 12 weken, ga ik even wat meer gedetailleerd kijken. Dus het is een mooi sturingssysteem dat je weet waar je prioriteiten even liggen. Ja, absoluut. Dit is natuurlijk even het overzichtje, maar het is aan de treasurer of aan de cash manager op groepniveau om vervolgens inderdaad kritisch een aantal landen even onder de loep te nemen van ja, het is mooi dat je het hebt opgeleverd, maar klopt het ook wel? En wat is de betrouwbaarheid van wat ik hier nu zie? Volgens mij zijn we dan aan de eerste poll. Vraag toe, die lees ik even snel voor en daarna wordt er een soort pop-up, als het goed is, gepresenteerd, waar u zo meteen op kunt klikken. De stelling of de vraag is, maakt u gebruik van een cashflow forecast via de directe methode? Dan kunt u zeggen, ja, doe ik elke week, ja, elke maand, nee, maar we doen het wel op een andere manier. Of optie 4, we hebben dat niet. En als het goed is, wordt er nu een pop-up, daar is die, gepusht. En u kunt nu een keuze maken uit een van deze 4 opties. Kunt u gewoon op klikken als het goed is. Een keuze aanklikken. En dan zit iemand achter de schermen. Die ziet als het goed is de antwoorden binnenkomen. Nog 5 secondjes. Nog 5 seconden. En bij mij is je nu weg. Ik weet niet of we de resultaten ook meteen in beeld kunnen krijgen. Kijk eens aan. Kijk. Dat ziet er goed uit. De meerderheid, de overgrote meerderheid zegt ja, het zij wekelijks, het zij per maand, wekelijks zelfs. Dat valt mij helemaal niet tegen, de helft.
En een heel klein groepje zegt nee, maar op een andere manier. Of nee, we doen het eigenlijk helemaal niet. Dus ik had dit wel een beetje verwacht. Want ja, gezien de interesse van de groep die nu naar dit webinar zit te kijken, kan ik me voorstellen dat de meeste van u inderdaad op een of andere manier aan een cashflow forecast hebben. Het zij wekelijks, het zij maandelijks. Heel goed. Even kijken. Als ik nu op close klik, dan kan ik denk ik door naar de volgende. Ja. Even iets over de output, van hoe presenteer je dit nou? Wat wij goed vinden werken is om het grafisch te presenteren. We zagen net een soort tabel, dat werkt natuurlijk ook vaak goed. Zeker voor mensen die echt georiënteerd zijn op cijfers. En dat zijn de meesten, want anders zit u niet in deze call. Maar als je dit presenteert aan commerciële mensen, operationele mensen, logistieke mensen, dan is het vaak handig om het grafisch te maken. Dit is een voorbeeld. Alle inkomende kaststromen zijn groen, die zijn plus. Alles wat eruit gaat, dat is grijs. Dat zit onder de nullijn, dat blauwe lijntje wat er doorheen beweegt, dat is de bankstand. En dan zien we zo een beetje halverwege het plaatje, wordt die geel. Vanaf dat moment begint de forecast. En in dit voorbeeld zitten we eigenlijk continu onder de nul tot en met, ergens eind september. Dan maken we een grote klapper, want één of twee grote klanten die doen dan iets heel sterks op het gebied van cash, waardoor we in de plus schieten. Het gaat me even niet om de inhoud, maar hoe je dit soort dingen kunt presenteren. En wat wel handig is om te doen, is om gewoon bij te houden hoe betrouwbaar zijn nou die prognoses. Zeker als je vanuit meerdere landen of vanuit verschillende opco's prognoses aangeleverd krijgt, dan kun je natuurlijk vrij goed bijhouden van wat was de forecast. En een week of twee weken later kijk je van en wat is er nou echt gebeurd. En daar kun je natuurlijk een KPI voor maken. En op die manier een soort forecasting accuracy percentage oprekenen. En het zou je niet verbazen, of bij een korte horizon, dan kun je natuurlijk redelijk goed vooruitkijken. En dan verwacht je ook een hoge accuracy. En zeker kun je natuurlijk vanuit je debiteuren en vanuit je crediteuren ledgers, kun je natuurlijk best een paar weken vooruitkijken. En als de horizon wat langer wordt, dan is het logisch dat de accuracy wat minder betrouwbaar wordt. Maar het geeft altijd wel een gevoel bij, deze landen of deze opkoopers die slaan de spijker continu mis. Waarom? En deze landen of deze opkoopers die hebben de boel redelijk in de grip en zijn in control. Anneke, had jij nog aanvullingen? Ik moest even unmuten. Nee, niet per se. Ik denk dat die forecasting accuracy, dat is best wel een dingetje. En ik zag net ook al een vraag binnenkomen, daar zal ik straks nog wel wat meer op ingaan. Maar het is... het kan best zo zijn dat klanten toch net wat anders betalen dan je denkt. Hè? Wat je zelf natuurlijk allemaal onder controle hebt, is wanneer jij betaalt. Maar het helpt enorm om dit regelmatig te checken. En dan ga je op een gegeven moment ook zien. Ik heb een aantal, en dat zijn dan vaak ook grote klanten, die een bepaald betalingspatroon hanteren wat niet overeenkomt met wat ik op mijn factuur had staan aan betalingstermijn. En dat kan echt invloed hebben op of je wel of niet een bepaalde betaling op een bepaald moment kunt doen. Dus die forecasting accuracy of nauwkeurigheid, om het mooi Nederlands te maken, is wel een belangrijke factor als het erom gaat spannen. En voor de rest vond ik het een mooi verhaal. Ja, dan gaan we verder, wat we ook vaak doen, en dit is zeker in wat wij noemen restructuring opdrachten, waar het toch wel stevig moet worden ingegrepen, dat is grafisch maken van wat gebeurt er nou als we niet ingrijpen. Hè? Dus als we een soort business as usual hebben bij ongewijzigd beleid, wat wordt dan de situatie? Wat denken we? Hier hebben we een jaar vooruit gekeken. Deze situatie die zat aan het eind van het jaar. Toen hebben we gekeken naar volgend jaar. Eigenlijk hebben we een soort budget hebben we gebruikt. Dat nog eens tegen het licht gehouden. En dan zie je dat het in april al verkeerd gaat. En in augustus, september, oktober, dan hebben we helemaal een gap. Vervolgens hebben we met het management gekeken van, wat zou je allemaal kunnen doen? Commercieel, operationeel, financieel, noem maar op. Dus een hele actie met management, maatregelen. Dat allemaal doorgerekend, uitgedaagd, gekwantificeerd. Dat verwerkt in de cashflow forecast. En dan zie je eenzelfde plaatje, maar dan nu met managementacties. Als het allemaal uitkomt natuurlijk zoals je nu denkt dat het gaat lopen. Gelukkig gaat het plaatje dan wat beter. Een aantal dingen vallen op. Je ziet dat de eerste drie maanden gebeurt er nog niet zoveel. Plaatje links, plaatje rechts. De eerste drie maanden is eigenlijk hetzelfde. Dat is ook logisch. Want als je nu iets in gang zet, dan heeft dat tijd nodig voordat je het effect ziet. Je hebt niet vandaag een actie en morgen heb je meer geld op de bank.
Sommige dingen die hebben misschien wel maanden nodig voordat we daar effect zien. Dus in het begin zie je vaak niks. Nou, in deze casus zagen we dat in april. Gelukkig wisten we het dipje wisten we nou, net boven te blijven. Het werd nog steeds veel kritiek in augustus, zoals u hier ziet. Maar goed, hier zit een heel verhaal bij. Dat verhaal hebben we ook verteld toen aan de bank, of heeft het management verteld aan de bank. En dat wekte ook weer vertrouwen. Van nou, er wordt serieus naar gekeken, hè, er wordt echt wel ingegrepen. De grip op de organisatie is er dus. En nogmaals, dit was eind december, dus als het dan dadelijk juli, augustus is en dat dipje zou er nog steeds zitten, nou, dan was de bank wel bereid om daar nog wel even iets voor te regelen. En dat doen ze natuurlijk niet automatisch. Er werd ook vaak wel wordt er gevraagd van, wat doet de ondernemer? Doet de DGA ook nog een duit in het zakje? Nou, dat was een van de maatregelen die hier al in verwerkt is. Het wordt dan vaak een wat andere discussie van hoeveel doet de een, hoeveel doet de ander. Maar als financial is het wel goed om de plannen die je met elkaar maakt en de afspraken ook die je met elkaar maakt, van wie is er waarvoor verantwoordelijk, om die zoveel mogelijk te kwantificeren. Het blijft natuurlijk nog steeds vaak gebaseerd op aannames of intenties. Maar het is wel goed om die exercitie te doen. Ook omdat er vaak wordt geroepen, we gaan dit en we gaan dat. En als je dan dat uitrekent, dan blijken sommige dingen toch helemaal niet zoveel effect te sorteren of pas op termijn. En met andere maatregelen kun je vrij snel al op korte termijn, vaak eenmalig, maar toch stappen maken. Zoals bijvoorbeeld het verkopen van oude voorraden. Dus nogmaals, dit was een van de voorbeelden die we ook destijds met het management aan de bank hebben gepresenteerd. Anneke, had jij nog toevoegingen? Nee. Hierop niet. Even zien. Nou, dan even een stapje naar wat ik in het begin liet zien als van waar komt die informatie nou vandaan? Hè? Dus alle input, harde informatie, zachte informatie. En daar wilde ik even tijd aan besteden, want uiteindelijk is het garbage in, garbage out. Je kunt prachtige modellen bouwen en de mooiste grafieken, maar als het gebaseerd is op drijfstand, dan heeft het niet zoveel waarde. Dus een aantal tips hier. En ik loop gewoon even de bullets die in het linkerblok staan, die loop ik even af. Eén is, hou rekening met, zoals dat het mooi heet in het Engels, positive bias. Over het algemeen is de menselijke natuur is genegen om iets positiever in te schatten dan dat het werkelijk gebeurt. Dus als een klant de afgelopen periode altijd netjes heeft betaald in 30 dagen, is dat nog steeds het geval de komende maanden? Want we weten dat deze klant het ook moeilijk heeft. Hè? Of aan projecten zie je het ook vaak. Gaat dit project nou echt starten op 1 augustus, midden in de zomer? Really? Of wordt het pas 1 september? Of misschien wel 1 oktober? Nou, dat soort overwegingen zijn denk ik wel goed om, dat soort checks, wel goed om te doen. En daar ook met name een discussie over te hebben binnen je managementteam. Met finance, commercie, operatie. Om niet te rooskleurig de situatie te willen inschatten. Zeker niet als je met een verhaal naar de bank gaat. Want het laatste wat je wil is dat je 2 maanden later weer terug moet met, het zat toch tegen. We hebben het plaatje wat moeten aanpassen. Dat werkt, dat is nooit sterk als je dat zo presenteert. Tweede ding, heb ik eigenlijk net al wat over gezegd. Dat is dat zijn die seizoensinvloeden. Neem die zeker mee in overweging. Als je dit soort dingen met name door het jaar heen prognosticeert. Vakantieperiodes, vakantiegeld, nou, noem maar op. Net wat voorbeelden over gegeven. Derde punt, pas op met gemiddelden. Die gemiddelde days payable outstanding, dat is een leuk getal. Maar sommige klanten, sommige toeleveranciers, die wil je juist wel op tijd betalen. En anderen, daar kun je best nog even mee wachten of daar kun je afspraken mee maken. En dat geldt natuurlijk ook aan de accounts receivable kant. Dus als het kan, werk op klantniveau of als dat te complex is, werk met buckets of met groepen van partijen waar je dan bepaalde variabelen op loslaat in plaats van 1 overall gemiddelde voor je hele klanten of toeleverancierspopulatie. Is makkelijk, maar je zit dan toch vaak fout. En de margin of error kan echt significant zijn. Vierde punt hier is, daag hetgeen je hoort van je sales manager, van je inkoopmanager, van je logistieke man, daag dat uit. Ik bedoel, als financial heb je vaak niet alleen beschikking over historische informatie, maar ook over een orderboek of een salespijplijn of uiteraard externe informatie. En ga met elkaar in gesprek van, denk dat we dadelijk op 1 januari de prijzen met 3% kunnen verhogen. Of moeten we eerder rekening houden met een afslag van 5%? Weet je, dat soort discussies. En last but not least, dat heeft u natuurlijk wel vaker gehoord, maak ook verschillende scenario's. Van wat gebeurt er nou als?
En waar zitten de grootste gevoeligheden? Prijs is natuurlijk altijd een enorme driver. Als je die 1% omhoog doet, ja, dan gaat je winst vaak keer 20, want alle andere factoren blijven constant. En reken dat ook door. Je ziet hier in het voorbeeldje, wat je hier wel vaker ziet, natuurlijk verschillende scenario's. Base, good, bad. Onze ervaring laat zien dat de werkelijkheid zit vaak tussen base en bad in. Met andere woorden, de base case is vaak al een redelijk optimistisch verhaal. Dat is eigenlijk een tip die ik u wilde meegeven. Van misschien moet je wel een vierde scenario aanmaken. Een soort van really bad case. Ik zou het nooit worst noemen, want ja, wat is worst? Maar het geeft wel. Het gaat ook niet om het voorspellen van de toekomst. Maar het gaat erom van, ja, waar moeten we op letten? Wat zijn risico's? Wat zijn indicatoren? Van als die zich voordoen, heel het op. Want dan dreigen we naar een bepaald scenario af te dwalen. En dat willen we juist niet. En hoe kunnen we juist naar de bovenkant sturen? Bijvoorbeeld grote klant proposals. Van ja, wat is de kans dat die valt? Als het een hele grote is en je zegt 80%. Ja, dan zit die wel 80% in je pijplijn. Terwijl, ja, misschien is het geen 80. Misschien ben je wel in concurrentie met twee andere partijen. Dan moet je maar zeggen, nou, hij is misschien 33%. Dat soort discussies. Dat is denk ik het belangrijkste wat jullie wilden meegeven als je het hebt over zeg maar de zachte kant, noem ik het eventjes, de aannames, de uitgangspunten die je hanteert in het maken van dit soort modellen. Anneke, had jij nog aanvullingen? Nee hoor. Dan denk ik dat we nu bij de tweede polvraag zijn. Ik zal hem even kort toelichten. Het is eigenlijk een stelling. Finance maakt de cash forecast, maar die input, ja, die komt vanuit de business. Vanuit sales, vanuit operations, noem maar op. Maar wordt wel uitgedaagd en gecheckt door finance. Nou, in hoeverre gebeurt dat in uw organisatie? 1, gebeurt eigenlijk niet. 2, een beetje. 3, ja, doen we wel. En 4 is jouw. Dat is eigenlijk onze standaard manier van werken. Als het goed is, wordt nu de pollvraag. Ja, daar is die. Krijgt u nou een seconde of 10 om even een keuze te maken. Hij is weg. En hopelijk krijgen we nu de resultaten. Kijk, toch een little. Die schiet er wel uit. Een little. Dat vind ik wel interessant. En een goede tweede is voor the most part. Maar als ik even de voor the most part en yes, dus even antwoord 3 en 4 met elkaar optel, dan is dat toch maar 40% als ik zo vrij mag zijn. Dus de meerderheid zit toch aan de kant van, nou ja, a little en een klein beetje no, not at all. Het is misschien aardig om daar in de Q&A dadelijk even op in te zoomen. Van waarom is dat? Is dat een gewenste situatie of is dat helemaal geen gewenste situatie? Maar dit is wel even hoe het nu is. Ik klik hem even weg en ga door. Dit gaat ook nog steeds over het voeden van je model vanuit de inputkant. Maar hier praten we meer over de wat hardere informatie. Data die in systemen zitten, die in ERP-systemen zitten of in allerlei andere systemen. Sales orders, je orderboek, opportunities die je uit je verkoopsystemen haalt, tot en met productieplanningen en logistieke planningen aan toe. En uiteraard je financiële informatie. Wat kun je daarmee? Nou, natuurlijk vrij veel. Wat we zien, maar dan praat je wel over wat meer geavanceerde bedrijven is, om een manier te vinden om die informatie te ontsluiten, te vertalen naar, nou, een data warehouse is al redelijk geavanceerd, maar een data file. Dat kunnen enorme Excel-bestanden zijn, maar met Power BI of dat soort systemen kom je ook al een heel eind. Om daar datafiles van te maken die je wekelijks update, die je wekelijks bijhoudt. En die voeden dan het cashflow-model. Nou, aantal dingen natuurlijk die we hierbij willen zeggen. 1 is het liefst zo geautomatiseerd mogelijk. Je ziet nog steeds dat heel veel mensen, heel veel controllers, ja, die zijn toch wel heel veel tijd kwijt om informatie te downloaden. En dan zitten we weer in Excel te knutselen en te VLOOKUP'en. En daarna moet het weer geüpload worden in een ander systeem. Ja, soms is het even niet anders. Maar het kost natuurlijk wel allemaal tijd. Tijd die je juist wil gebruiken om die cijfers te analyseren. Om een discussie te hebben met de business. En niet om alleen maar informatie bij elkaar te verzamelen. Een praktisch voorbeeld vanuit een van onze klanten. Daar was iemand één keer in de week.
bezig met een cashflow forecast. En die was daar wel een halve dag elke vrijdagochtend mee bezig. Ja, dat is natuurlijk zonde van je tijd. Het liefst doe je dat op een andere manier. Met queries of macro's. Of ja, je kunt zelfs aan RPA-achtige constructies denken. Maar ja, hoe geautomatiseerder, hoe beter. Tweede opmerking die we hier willen maken is van ja, valideer die informatie ook. Ja, hij is ook een beetje vet gedrukt. En soms moet je dingen ook opschonen. En dan zijn dingen verkeerd gelabeld of we missen bepaalde informatie die je wel vrij snel handmatig kan toevoegen of geautomatiseerd, zodat je toch de volle dataset kunt meenemen in je upload. Met name natuurlijk als je kijkt naar salespijplijnen, waarin vaak de value times probability staan. Ja, als dat te hoog wordt ingeschat en je kunt aantonen dat dat structureel te hoog wordt ingeschat, ja, dan zie je wel vaak dat dat toch wordt bijgesteld door de financial voordat het in een cashflow model terechtkomt, omdat anders de stromen wel heel erg positief eruit kunnen zien. Trends hou je natuurlijk uit historische data, maar alles wat we links in het scherm ziet, wat er in de systemen zit, dat heeft soms ook een vooruitkijkend karakter. Alle orders die nu in het systeem zitten, die nog uitgeleverd moeten worden. Ja, dat is natuurlijk toekomstgerichte informatie waarvan we nu al redelijk hard kunnen zeggen dat dat kaststromen worden. Misschien zelfs wel wanneer dat kaststromen worden. Tot slot, dat zijn de twee grijze balken onderaan. Daar ziet u een aantal systemen of tools. Omdat je eigenlijk dit hele proces, ik noem het even van brondata of van ruwe data tot en met cashflow rapportage, ja, dat kun je natuurlijk ook volledig automatiseren. Een druk op de knop willen we allemaal. Sommige bedrijven hebben het, alhoewel het is vaak nog steeds wel iets meer dan een druk op de knop. Maar het kan. Er zijn tools, er zijn pakketten die dit hele traject faciliteren. En zeker ook allerlei analytics, data analytics-achtige systemen, al dan niet geïntegreerd of on top of de ERP-systemen of de data warehouses, waarmee je als financial vrij snel cashflow modellen kan maken. Ja, en helemaal geavanceerd, maar ja, daar zijn sommige bedrijven nu mee aan het experimenteren. En dan kom je op het terrein van de, ja, ik zou bijna zeggen artificial intelligence en machine learning. Dus banken die experimenteren daar nu mee. Die kijken naar de historische, let op, de historische kaststromen die ze zien, die over hun bankrekeningen lopen van hun klanten, om op basis van patronen en seizoenen voorspellingen te maken over van en hoe zou dat er nou uitzien de komende periode. Ja, daar kan je natuurlijk een hoop van vinden. Maar dat zijn wel ontwikkelingen die natuurlijk op dit moment zich voordoen. En ja, die tot extra inzichten kunnen leiden. Want als je dat doet en je bent een bank en je kunt op die manier dat soort informatie aan je accountmanager geven, die vervolgens het gesprek met de ondernemer voert, dan heb je als accountmanager in dit voorbeeld toch een extra instrument in handen om een goed gesprek met de klant te voeren. Maar dit is niet voor heel veel bedrijven weggelegd. Het is ook zeker geen quick fix. Het vereist toch wel vaak investeringen, business cases. Wat zijn de benefits, wat zijn de kosten om dit soort tools, dit soort systemen te bouwen of aan te schaffen, ook te beheren. Maar ja, als de organisatie wat groter is of als de complexiteit het toelaat, kan dit absoluut bepaalde voordelen met zich hebben of met zich meebrengen ten opzichte van, ja, laat ik zeggen, de meer handmatige variant. Maar het vereist wel, of het vraagt wel om een bepaalde, nou laat ik het woord maar gebruiken, een bepaalde volwassenheid, een bepaalde maturity, voordat je gaat nadenken over het automatiseren van je end-to-end processen. Er valt vaak veel, bij veel bedrijven zien wij toch nog allerlei kleinere stapjes, kleinere verbetermogelijkheden. Hetzij in het proces, hetzij door wat kleinere automatiseringsslagen, die ook al meteen een grote toegevoegde waarde hebben op de snelheid en de kwaliteit van de output. Volgens mij was dit mijn laatste slide. Ik weet niet of Anneke nog een toevoeging heeft. Zo niet dan. Nee, ik dacht dat we nog een poll hadden nu, toch? Ja. Je hebt gelijk. Ja, dan komt nu de poll. Daar is die. En de vraag is, cashflow forecasting in ons bedrijf is Excel-based versus nee, we maken juist gebruik van een tool. Dus nou, Excel, of met name Excel, dat is dan optie 1. Is het helemaal geïntegreerd, geautomatiseerd, dan mag u op 3 klikken en nou ja, zit u er ergens tussenin. Dan is antwoord 2 wellicht de beste optie. Eens kijken. U heeft weer een seconde of 10 om even een keuze te maken. De huidige situatie, niet de gewenste, maar hoe het nu gaat in uw organisatie.
snel geklikt. Kijk eens aan. Kijk eens aan. Ja, ja, heel veel Excel. Dat is overigens niet slecht of zo. Dit verbaast ons niet. Excel is natuurlijk nog steeds een verdraaid handig pakket waar je veel mee kan. Maar ik zie toch ook wel dat, nou ja, het is nog niet helemaal de helft, maar bijna de helft maakt gebruik van allerlei tools. En er zijn natuurlijk ook ontzettend veel tools. Ik noemde net Power BI, maar ja, ClickView, Tableau, nou ja, noem maar op. Het is natuurlijk een markt aan zich, al die vendors en tools die er zijn. En het verbaast mij ook niks dat er eigenlijk nog niemand op die onderste heeft gescoord of geklikt. Was dat wel het geval geweest, dan had ik daar graag nog een keer nader mee gesproken. Want ook voor ons zijn dit natuurlijk interessante casussen om nader te bekijken. Uitstekend. Nou, interessant. Dit was de derde poll. Ik klik nog even door. En dan geef ik nu het stokje over aan Anneke, die wat zal inzoomen op meer echt maatregelen die je kunt nemen. Van kort en makkelijk tot en met lange termijn en drastisch om de cash te managen. Ja, en een heleboel hiervan zijn bekend, worden al gedaan. Er zitten gewoon een paar tips en tricks in. Eén, zorg dat cash niet het probleem van finance is, maar dat iedereen zich daar bewust van gaat worden dat nodig is om daarop te sturen. Dat heeft een heel groot voordeel, omdat mensen dan ook betrokken raken bij het oplossen van de problemen die je daar rond kunt hebben. Ga vaker factureren. En sneller, want daarmee creëer je dat er ook een wat meer frequente kaststroom binnenkomt. En hou in de gaten of je te maken hebt met klanten die bijvoorbeeld een betalingstermijn hanteren van 30 of 60 dagen na de laatste dag van de maand waarin gefactureerd is. Dat is een hele flauwe. Maar als je dus op de 1e april factureert, of op de 30ste maart of 31ste maart, scheelt je dan bijna een hele maand in het binnenkomen van die cash. Dus hou hem even in de gaten. Er zijn een boel bedrijven die tegenwoordig op die manier werken. Zorg dat je begrijpt wat er aan de hand is met klanten die niet betalen. Heel vaak heb je creditnotes nog uit te sturen voor een deellevering die niet helemaal goed was. Een mooi voorbeeld wat ik daarin heb is een schoolboekenleverancier. Die sturen natuurlijk allemaal pakketten met boeken. Factuur erachteraan en vervolgens bleek dat er één boek niet geleverd was en dan werd het hele pakket niet betaald. Dan is het veel handiger om direct een creditnota te regelen voor dat ene boek en daarna pas uit te zoeken wat de reden is, zodat die cashflow van de rest wel binnenkomt. Hè. Als het gaat over dat soort 80-20-achtige regels, zorg dat je zo snel mogelijk geld binnenhaalt door in eerste instantie die klant een creditnota te sturen. En daarna pas te kijken waarom is het misgegaan met dat boek en kan ik het alsnog leveren. Factoring is natuurlijk een optie als je snel geld nodig hebt. Kost wel geld. En ook veel klanten zijn er niet heel blij mee. Daarna, hè, je mag je vorderingen niet verpanden of overdragen. Lang niet alle klanten worden door factoringmaatschappijen geaccepteerd als solide. Dus dat kan nog wel eens tegenvallen wat het dan opbrengt. Kost wel veel geld. Je hebt natuurlijk in de hand wanneer je betaalt vaak, tenzij het allemaal incasso's zijn en die willen je nog wel eens een beetje op het verkeerde been zetten, want die gaan dan toch voor, terwijl jij net aan het sparen was om die grote supplier te betalen, dus hou daar wel rekening mee. En dan naarmate ik verder in dit verhaal kom, wordt het ingewikkelder. Hè? De voorraden, excess voorraden verkopen, ja, vaak is dat omdat ze minder gevraagd worden. En dus moet je waarschijnlijk ook gaan afboeken. En één hele belangrijke daar is, zorg dat je je procurementafdeling betrekt. Want die kunnen juist grote deals afsluiten, omdat ze dan volumekortingen krijgen bijvoorbeeld. Die wil je even niet. Zorg dat je transparant bent als je met je bank praat. Als je meer dan één bank hebt, hou er dan rekening mee dat elke bank alleen de transacties over zijn eigen bankrekeningen ziet. En dus niet het hele plaatje heeft. En waar ze vooral allergisch voor zijn, is dat kleine bankrekeningetje ergens achteraf in een van de dochters, wat je vervolgens gaat gebruiken om allerlei betalingen mee te doen. Dus dan raak je zeg maar het vertrouwen heel snel kwijt. Dus zorg dat je daar transparant over bent. Dit call-off contracts heeft ook te maken met wat ik zeg met procurement. Wie mag eigenlijk kopen op het moment dat je in een cash krappe situatie zit?
zorg dan dat mensen dat doen die dat begrijpen en die kijken wat is er echt nodig in plaats van het automatische leveren van vrachtwagens vol materialen als je minder doet in je productie. Nou, dat geldt dus ook voor die auto-replenishments, de EDI-achtige systemen waarbij dat geautomatiseerd is. Haal cash naar boven. Als je dochters hebt waar veel cash in zit en anderen hebben dat niet, zorg dan dat jij degene bent die dat managt en zorg dat dat mechanisme ingericht is. Dit wordt al ingewikkelder. Zorg dat je alleen nog maar die mensen laat inkopen die dat echt moeten en zorg dat er een behoorlijke limiet op staat. Nou, vervolgens kan je natuurlijk naar sale en leaseback gaan en de laatste die je wilt, maar die toch soms niet te voorkomen is, is natuurlijk toch reorganisatie, restructuring. In zijn algemeenheid geldt dat mensen te optimistisch zijn vaak over de impact van maatregelen en de snelheid waarin ze gerealiseerd zijn. En dat is zeker richting banken van belang als je kijkt naar bijvoorbeeld een restructuring en het afscheid moeten nemen van mensen. Dat kost tijd en dat kost vaak in eerste instantie ook nog extra geld. En dat is vaak een struikelpunt als je met ze in gesprek gaat. Dus maak daar realistische inschattingen over. Ik denk dat we nog een samenvatting hadden staan van wat we net allemaal hebben verteld. Maar ik denk dat omwille van de tijd we die even moeten overslaan. Er was in elk geval één vraag binnengekomen in de chat die ik even wilde beantwoorden. En dat was van Deen to all panelists. Raden jullie aan om bij het maken van een accurate forecast met betrekking tot de geldinstroom te analyseren wat de gemiddelde betaaltermijn is op klantniveau? Ondanks dat je als bedrijf een betaaltermijn geeft aan klanten. Nou, wat ik net benoemde, heel veel klanten hanteren hun eigen interpretatie van betaaltermijn. En zeker als dat grote klanten zijn, is het van belang als je op het randje zit te sturen, dat je weet hoe zij dat hanteren en ook dat je daar dus dan mee kunt sturen. Ik denk dat je voor dat ook weer 80% van je omzet zit vaak bij 20% van je klanten. Die overige 20 zou ik gewoon lekker op je standaard betalingstermijn houden. Dat levelt elkaar wel uit, dus je hoeft het niet voor alle klanten te doen. Maar ik denk wel dat het van belang is voor je grootste klanten. Dat was de vraag die ik zag binnenkomen. Omwille van de tijd denk ik dat dit het is. Wij hadden nog één slide waarin staat dat wij allerlei leuke webinars organiseren. Volg Protivity the Netherlands. Dan komen ze vanzelf langs en kan je op inschrijven. En Menno, dan wil ik jou nog even het laatste woord geven. Ja, heel erg bedankt Marcel en Anneke voor jullie interessante tips en tricks. We gaan er zeker wat mee doen. Iedereen bedankt voor de aandacht en ook voor de tijd. We zijn net binnen de tijd gebleven. Overweeg je nu een implementatie ofwel een optimalisatieslag? En wil je vrijblijvend is, sparren met een van onze experts? Of wil je deze presentatie in PDF ontvangen? Neem even contact op met de consultant of accountmanager die jou heeft uitgenodigd. Dan zorgt hij of zij dat je met de juiste expert aan tafel komt. Nogmaals, iedereen bedankt voor de aandacht. En hierbij sluiten wij dit webinar. Tot ziens. Dag.